Hoe maak je een squishmallow? Pak een pepper met papier. De kleuren die je nodig hebt voor een squishmallow. Oh. Ik snap het wel. Oké. Avocado maken. Dan heb ik een druif voor de oog voor de pit. Die voor de binnenkant, die voor het schil en die voor de lijntjes. Watjes. Schaar. Putman. Oké, ik ga beginnen met een avocado schetsen. Schetsen wat je als pushy wilt. Het is een mooi vorm, hè? Wat is dit? Kijk, als je geen mondje tekent, ziet het er heel raar uit. Oké. Even een lichtje. Ik ga je iets vertellen. Soms is het best moeilijk. En zeg je, waarom doe je het dan voor? Waarom doe je het dan voor? Nou, ik heb het gewoon oefenen. Stel, doe ik het voor al. Nee. Ik ga vanavond nog eentje tekenen. Oké, daarna. Oké. Wacht. Ik heb wat van. Dit is een Ik heb het hele leven al de squishies papier gemaakt. Dus waarom doe ik het nou maken? Alleen de pit is een beetje raar. Kijk. Maar dat probeer ik dus om weg te halen. Ja, dat is weg. Oké, ik pak het even. Je hebt de grond gevallen. Kom toch. Ziet hier niet mooi uit.
iets meer netten inkleuren. Maak je ook een unicorn? Of niet? Dan ga die over de... over je tekening plakken. Doe je daar ook naar de achterkant. Dan kan je iets langer mee spelen. Hoe langer mee spelen, hoe meer je moet plakken. Mag ik even vragen voor jou? Als jij heel lang squeezy maakt, mag je helemaal niet squeezy maken? Sponsors of zo, of deze, mag je geen cadeautjes meer voor mij? Als je wel cadeautjes gaat, moet je poppets meer spelen. Een poppet maken? Moet ik een poppet maken? Ja. Oké, mensen. Dan maak ik de volgende video. Voor een lange video. Poppets maken. Toch? Ja. Ga ik even op de koelboek. Dan ga ik het je uitleggen. Maar ik zou het wel even wel. Maar dus je hebt heel, het is echt heel erg moeilijk hoor. Ik had er ook een keer eentje gemaakt, maar toen voor mijn eerste keer op school. En toen was het wel heel moeilijk. Dus... oh boy, want als het een beetje doorgaat, dan is beter wat ik doe. Dus... dat is fijn. Ik weet niet het echt, hè. Kus. Hier mijn manier. Dan knip je uit. Ik ga daar gewoon lijn doen. Als je nog gewoon niet genoeg water hebt, kan er ook, kijk, wordt die ook groter om mee te spelen. Dat doe je. En nou ga je, nog een kant uitzetten, de andere kant. Dus dan ga ik ook even gelijk doen.
Doe even hier. Zo, dat is even. Wacht, heb ik hem eigenlijk even weggevallen, want ik heb een heel stil opgegeven. Ach, maakt niet uit. Kom maar door, wil je hem op de voeten kunnen maken? Dit is dit. Ja, maar zeg, het is wel goed. Goed. Nog een manier. Ik heb even het liggen. Ik heb het net zo als eerst. Wat je ook leuk is, dat je dan een kaartje maakt. Dan ga je zo die naam erop schrijven. Oké, dan dat is leuk. Dat is leuk. Ik was eigenlijk op de idee gekomen dat ik wel een squishy aan het maken was. En ik dacht van, ja, hij pist iets. En toen dacht ik, betrefte ik iets dat ik heel veel dik was, had ik het haar uitgedaan. En toen ging ik het doen, dus ja. En zo ben ik op het idee gekomen. Ik vind dat van, oh, dat kan ik mooi maken. Daarom deed ik het niet met spons. Deed ik gewoon zo'n rukje. Doe ik gewoon makkelijk. Ik heb het helemaal wat klaar, man. Dus dan wou ik het weer nog een keer gaan doen, dat ik er zo gewend dat het niet zo leuk is, sorry. We gaan natuurlijk tussendoor ook natuurlijk touwtjes doen en zo. Pas op dat die mensen dan nog een keer willen krijgen. Dus ja, ga ik doen. Ach, dat ik het klaar en nou dat ik het klaar. Door de die ze, kan ik altijd zien hoe groot die is. Dat is echt niet voor mij. Misschien is het gewoon fijn dat die stiften. Dat ik dan daar dan. Ik ga dan hier zo'n strookje maken. Ik heb het een keer helemaal verkeerd gedaan. Dus. Nee.
beetje bezig met flutsen. Dus. Dus, ja, dan krijg je dit. En dan trek je eruit. Heb je de achterkant en de voorkant. Of je kan er iets een stapje voor maken en alles vinden. Maar dat ga ik niet doen. Je kan ook gewoon kiezen om een strook te hebben. Dit past precies. Doei da ba di da bi da. Sa fa la 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 la. Do ba la la la. Ba di da ba di da bi. Sa fa la la la. Koningsfeer is voorbij. Ja, koningsfeer is voorbij. Doei da ba. Sa fa. En deze gaat hij natuurlijk ook pakken. In de lucht klopt. Het hier de pirassen van la la la. Doe me na 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 na. Het is goed, maar het is weer. Beetje dit, beetje shit. Doe me nog een keer. En dan moet het zo. En dan gaan we nog een keer. Ah, ah, ah. Is zo kaal. Met z'n allen nog een keer. Dat vind ik altijd zo irritant. Ik kan het plakken. En jongens, we hebben de boven dat het te lang duurt. Wordt dat fijn? Ik
zo. Zullen we dat? Ach, stukje die ik jullie dan moet laten zien dat heel lastig is. Dus help me dan wel even een beetje. Nou, zorg dat je het goed doet, want dan is het iets makkelijker voor mij. Oké, zo. Doe je allerbest, oké? Het is echt een heel mooi stukje. Het moet ook wel een hele stukje. Ik heb het zelf ook dat stukje nog bijna niet gedaan, maar daarom wil ik vandaag gaan oefenen. Level af. Hier is het kerlef. Af, af, met z'n allen. Kerlef. Ga je zo, dan ga je helemaal zo, dat het echt het binnenste hoog wordt. En hoe kan je dat doen? Een beetje als je hier een beetje over. Zo door. Echt gewoon helemaal. Zo moet ik het doen. Zorg je gewoon voor dit. Dat is echt heel lastig. Dat ja. En dan. Ja, ga je dit doen. Oké, dit en dat en dat en dat. Oké, doe dat dan. En dan wat je zo in. Maak je blij. Doe dat en dat. Heb je eigenlijk zo een lakje? Als pakje halen. Ja, ik denk dat ik het als laatste ga doen. Dan doe je hetzelfde als net, als die bovenkant hangt. Maar pas op, hou even over. Ja, ik ben leer aangebracht. Dus niet het papotje haal ik zo goed, maar ik kan dadelijk niet gebruiken. Zo, voilà, la la la. Doe, la 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 la. La parede, la parede. Doe, la 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 la. La parede. Het gat die je hebt overgelaten. Wat doe je even dit? Daar doe je dan wat je ziet. Ik wil ook een beetje zien hoe ze gaan binnenuit. Nee, daar gaat het niet om, jongens. Gewoon de watjes. Binnen.
Probeer niet te veel tegelijk te doen. Dan ben ik echt lastig. Mijn respons ja als eerst een beetje moest doen, omdat dan vind je het weer makkelijker voor spons. Dus de spons abatte moet gewoon mee doen. Dan plak ik het even recht. Klaar. Ja, ik ga nog een beetje netjes maken. Maar dan weet je in ieder geval hoe je het moet doen. En ja. En lekker zag. En ja. Dit was de video hoe je leerde om deze squishy te maken. En ja. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En doei! Het is zo leuk geworden.